Ik ben Stefanie de Kok, vierde generatie van het charcuteriebedrijf Charles. Genoemd naar mijn overgrootvader Charles de Kok. Hij is gestart in 1935 met een beenhouwerij en dat is uitgegroeid tot een groot charcuteriebedrijf. En daar ben ik heel fier op. Ik ben zelf ook mama en ik vind het heel belangrijk dat wij bezig zijn met duurzaamheid, dierenwelzijn voor de toekomst van de volgende generatie. Daarom dat wij ook samenwerken met de beste boeren en dat we daar de fijnste vleeswaren van kunnen gebruiken. Wij zijn hier nu bij een van onze kwekers in Waasmunster. Dat is hier maar een kwartiertje van ons bedrijf in Sint-Niklaas. En we zijn heel hard bezig met dat lokaal. Wij werken graag met boeren samen voor de korte keten te kunnen behouden en vooral voor het lokale. Dat is voor ons heel belangrijk. Ik ben Tom. Ik werk hier al 20 jaar. Eigenlijk elke dag nog liever. Ik heb hier mijn stage gedaan. Ik heb hier de kans gekregen om mijn carrière uit te bouwen. Ik vind het een heel tof bedrijf. Waarom? Wij werken enkel met kwaliteit. De ambacht komt hier nog voor. Hier kunnen we nog met stijl werken. En dat maakt het juist zo leuk. We staan heel gekend voor onze kwaliteit. Als wij de hammen controleren, zijn we heel streng, want enkel van een goede ham kunnen we een uitstekend product maken. Wij maken hier echt van alles, van hammen, salamis, traiteurgerechten, zelfs salades. Maar mijn favorietje is echt wel de Nova's koek. Dat is zoals thuiskomen bij de Bomma. Je proeft echt een authentieke fricadon van vroeger. Het recept is een heel oud recept, authentiek. Het is een recept dat Mark de Kok, de CEO, mee toegewezen heeft, maar dat kan ik u uiteraard niet vertellen. Hier komen we in de droge zoute frigo. Hier wordt het vlees gemasseerd met grof zout, met kruiden in. En dan leggen we het gewoon te rusten in de eigen vaten. Die eigen vaten, dat is uniek in België. Dat is eigenlijk een smaak van meer dan 100 jaar dat in dat vat zit. En dat kan je niet namaken met een andere bak of een ander inox vat. Dat moet het eigen vat blijven. Dus ja, hier is heel veel werk aan, maar het werk weegt niet op tegen de smaak die je creëert in die eigen vaten. Deze kasten zijn al 50 jaar oud. Wij roken hier ons drooggezouten vlees op authentieke manier. Echt nog met beukenhout. En onder dat beukenhout mengen we kruiden, zodat die geur en die smaak, dat is echt fantastisch. En als je dat dan proeft, dat is lekker engeltje. Hè? Ons papa vindt ambacht heel belangrijk. Als hij met mij ook rondloopt, dan vindt hij dat ook leuk om dingen te tonen. Dat hij kan zeggen van kijk, dat zijn producten dat ik maakte als ik jong was, die dat we nu nog op de juistzelfde manier maken. Wij zetten nu ook in op duurzaamheid. We zijn bezig met nieuwe verpakking, gerecycleerde verpakking. We hebben ook zonnepanelen, waterzuiveringssysteem. En ik vind dat toch heel belangrijk dat we daarmee bezig zijn voor de nieuwe generatie. Ik ben nog volop in opleiding. Ik ga elke week mee met Tom in de fabriek, zodat hij mij wat uitleg kan geven over de producten. En ik ben ook nog veel in opleidingen bij mijn papa. Hier gebeurt eigenlijk niks. De salamis moeten hier rusten. Het is heel belangrijk dat onze producten een tijd krijgen om langzaam in te drogen. Wat doen wij? Wij voelen als ons product goed is, dan gaat die naar de winkel. Zijn die niet goed, laten we gewoon nog een weekje langer rijpen totdat ons product een goede indroging heeft. Ik sta op. En ik ga slapen met mijn salamis, met al mijn producten die we hier maken. Zelfs als ik op reis ga, ik pak altijd mijn boerenring mee. Waarom? Het is een topproduct en ik wil elke morgen mijn salamieke op mijn boterham kunnen leggen. Zet u maar op mijn schootjes. Wat moet jij hebben? We zijn een echt familiebedrijf. Mijn papa runt de zaak. Hij leidt mij nu op. Zelfs mijn broer werkt hier. Die doet de marketing. Mijn neef die doet de verkoop. En dan heb ik nog een stiefbroer en een stiefzus die ook mee in de zaak zitten. Ik ga mijn vleesje ook opeten. Ik wil vooral de familietraditie voortzetten. Dat is voor mij heel belangrijk. En met de volgende generatie bezig zijn. En aan mijn kinderen denken, aan andere kinderen. Wij zijn generatiedenkers. En wij kijken naar de toekomst.